Ja, ik heb er zelf opgebouwd door het heen gewoon. Een beetje links naar de laatste. Ja. What is up mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Coke TV Eindbaas. Mijn naam is Shaquille Polak en vandaag gaan we iemand verrassen. Zijn naam is namelijk Ivo, hij is 16 jaar, hij studeert in het mediacollege en wat hij heel erg leuk vindt zijn drones. Ivo heeft namelijk een hele grote passie voor drones en natuurlijk gamen. Maar laat ik nou net een paar mooie verrassingen klaar hebben staan met drones. Dus ik denk dat het even tijd is om hem te gaan verrassen. Oh, ik zie zijn vader ook op de bank zitten. Ik voel me een beetje James Bond. Hey, hoi. Ivo. Hoi. Hoi. Shaquille van Coke TV, man. Hoi. Hey, alles goed? Ja, zeker. Mogen we binnenkomen? Met jou? Ja, zeker. Ivo, ik heb een hele leuke dag voor jou in de planning staan. Oké. Okay. Ik heb gehoord dat je heel veel van drones had. Zeker, oké, okay, ja. Top. We gaan je vandaag verrassen. We gaan je meenemen, maar je moet je wel een beetje bewijzen. Want heb je eigenlijk een drone? Ja. Ja? Ja. Mogen we die even zien? Ja, ik zal hem even halen. Is goed. Hoi! Wauw, ja, zo. Ik heb hier een beetje bekende drone, zie je wel vaak. Maar hij ziet er heel anders uit. Wat ja, is gebeurd? Klopt. Ja, ik heb hem zelf omgebouwd in een race drone. Dat is wel echt super tof. Oké, maar zo'n normale drone die gaat eigenlijk 40. Hoe snel gaat deze? Deze gaat tegen de 100 aan. 100 km per uur? Ja. Klopt. Zo, dat is snel. Oké. Okay. We gaan even straks op het grasveldje en dan gaan we even jouw skills testen. Oké, okay, let's go. Ik zag opeens de camera, ik dacht echt van, oh god, wat is dit? Heb je er een beetje zin in? Ja, echt heel erg tof. Kijk. Ja, ik weet nog niet echt wat er gaat gebeuren natuurlijk. Ga ik je zo allemaal uitleggen. Ja, vet. Nou Ivo, dit is dus de plek waar je altijd droomt. Ja, klopt. Ja, hier vlieg ik altijd. Ik heb hier namelijk een drone. Ja. Ja? Met een spijker eraan. Zeker. En ik heb hier een Coca-Cola flesje. Ja. Jij gaat straks deze drone soort van eigenlijk spijkerpoepen. De spijker moet je wel heel rustig. Ja, nee. Nee. Dit is moeilijk. Dit is gewoon echt moeilijk. Ja, toen ook. Oh, ik hoor het ding. Ja, het zit tegen me. Ja. Ja. Yes. Yes. Hebben. Wow. Ivo, ik ga je meenemen naar de volgende verrassing. Cool. Want die is super tof. Ik heb er heel veel zin in. In ieder geval dus nu erbij halen. Welkom in een drone center. Kijk dat is eens. Cool. Ik ben Jasper van het Hart. Ik ben Ivo. Hoi. Hoi. Ik ben Ivo. Hoi. Hoi. Ik ben Ivo. Kijk Ivo, deze drie mannen gaan je namelijk heel veel dingen leren van het drone racen. Ja. Want we hebben vorige week namelijk meegedaan aan een NK drone racing contest. Oké. Okay. We zijn gestart met ruim 60 deelnemers. We hebben alle drie in ieder geval de finale gehaald. Dat betekent dat we de laatste 32, de top 32. En die hebben we afgelopen weekend gevlogen. En nou, dat is wel redelijk gegaan. Heb je ook geoefend? En zeker. Mag je meehelpen ook met de trekbouw, want dat hoort erbij, hè? Normaal dan doen, een track walk. Ik zal een beetje zien hoe de lijnen zijn. Dan geven we nog wat tips en trucs op status moet nemen. Of dubbele helix en meteen een 180 die kant op. Dit is een corkscrew. Dat betekent dat je hier erin gaat, meteen bovenlangs omdraait en dan de andere gate ingaat. Dus dit is onder, boven, onder. Oh ja, hele mooie track. En al letterlijk het eerste stukje dat hij ronde doorging, dat hij iets anders moest doen, dat ben ik al helemaal vergeten. De kans dat je elkaar raakt is eigenlijk best wel vrij groot. Als je het voorlopig hebt. Ja, een paar minuten weg. En dan volgens mij weten jullie.
een beetje links naar de laatste klap. Zo, dit is wennen hoor. Ja, dat ging ook harder dan ik had verwacht. Wow. Jasper, ik heb een vraagje eigenlijk. Ja. Waarom zit je hier allemaal? Wij zitten omdat je nogal de neiging hebt om te vallen op het moment dat je hierbij gaat staan. Oh. Dus eigenlijk moet je jezelf ook aanleren om niet te veel mee te bewegen. Want dat is eigenlijk ook heel, behalve dat het heel raar staat, weet je wel. Een soort Stevie Wonder word je dan. En het is eigenlijk een van de belangrijkste dingen is gewoon goede oriëntatie hebben. Om alvast naar de volgende gate en zo te kunnen gaan. Hey Ivo, ja. Nou, je hebt nu zelf wat kunnen oefenen. Hoe ging het tot nu toe? Ik ben 2 keer gaan vliegen en 2 keer gecrashed. Ja. Het crashen, daar leren we net van. Ja. Dus we zitten een beetje in de kou. Ja, ik heb net een paar tips en tricks gekregen. Dat is echt heel erg vet en heel erg leerzaam ook vooral. Ik zou zeggen, we nemen even een break. Komen we straks wel terug. Ja, lekker. Zo. Nou jongens, jezus. Hey. Als jullie dat op hebben, hoe voelt dat eigenlijk, Jasper? Het voelt alsof je in een soort eigen wereld zit samen met je quad. En de rest zie je eigenlijk allemaal niet meer. First person view, alsof je zelf de snelheid meemaakt. Maar niet het risico van het crashen, want... Ivo, die is goed klaargestoomd. Nu gaan we voor het echtje, we gaan tegen elkaar racen. Ik heb een paar regels voor jullie. We gaan 3 rondjes. Crash je eenmaal, ben je af. Is het klaar? Wie als eerst 3 rondjes door de startgate heen gaat, die wint een hele coole prijs. Dus ik zou zeggen, on your marks. Jullie mogen jullie goggles opdoen. In de dronewereld kan ik van 5 naar 0 tellen, maar ik mag wanneer ik wil start zeggen. Dus, 5, 4, start! Nou, het was wel een heel rondje inderdaad. Ik ben om maar. Nou, gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Maar ik zou niet secure zijn als ik natuurlijk de prijs aan Ivo moet geven. Ivo, je hebt het super goed gedaan. Jasper? Ja, secure. Mag ik misschien ook vliegen? Je wil ook gewoon een keer. Eigenlijk wel, ja. Ik wil ook gewoon. Ja, natuurlijk jongen. Kijk. Eens kijken of je talent hebt. Oh. Nee, de drone... Jij blijft gewoon bij presenteren. Ik blijf inderdaad bij presenteren. Kijk eens. Dit is een mooi cadeautje. Het is een tas voor je drone. Het droontje kan je hierin zetten, al je batterijtjes, je propellertjes. Nou, hij is helemaal voor jou zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dat vind ik echt heel erg tof. Kijk, nou Ivo, hoe vond je de dag? Ik had het echt niet verwacht. Uh-huh. Dus dat was echt heel erg leuk. Echt een hele leuke verrassing geweest. Ja, kijk. Ik heb echt genoten. En daar doen we het allemaal bij Coke TV. Ivo heeft een leuke dag gehad. Ik heb het ook super leuk gehad. Ik heb wel een klein vliegtuigje kapot gemaakt. Sorry Jasper. Heb je genoten van deze aflevering van Coke TV Eindbaas? Vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal van Coke TV. En vergeet niet het notificatiebelletje aan te zetten. Want dan mis je namelijk geen enkele video van ons. Nou, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Yo! Later!